hoekje van het podium van de Schouwburg was zondagmiddag gevuld met muzikanten. Na bijna 20 weken repeteren resulteerde dit in de show The Sky Is No Limit, waar dirigent Maarten Rijs na afloop zichtbaar trots op was. Ik heb fantastisch genoten. Het was absoluut fantastisch. Ik had nooit verwacht dat we in zo'n korte tijd zo'n orkest neer konden zetten. Kijk, iedereen oefent voor zichzelf. Het combo oefent voor zichzelf, de band bedoel ik, de zangeres ook. En die komen dan, als ze zover zijn, komen we bij elkaar, doen we generale repetities of totale repetities. En dat waren er maar drie. Ook danshuis Van Rijnwel en Dizzy Dance waren op de bühne te bewonderen. Core Mix en de band Deadline verzorgden samen met enkele gastartiesten de muzikale ondersteuning van het orkest. We hebben in Venray 11 muziekgezelschappen, fanfares, harmonieën, muziekgezelschappen, allemaal met een relatief klein opleidingsorkest. En die hebben we nu samen hier op de bühne gebracht en je ziet dat ze ervan genoten hebben. En nu zaten hier meer dan 60 muzikanten muziek te maken. Ja, je zag ook dat ze het leuk vonden. Heerlijk. Ja. Het mooiste is dat er zoveel kinderen meedoen. Hè? En dat alle verenigingen, op alle verenigingen is overdreven, maar muziekverenigingen, iedereen heeft EMUS gestuurd om maar aan mij te doen. Dus beter, mooier is het niet voor Venray. Ja, want dat was ook een beetje het inslag van het hele verhaal, hè? Tot de kinderen weer aan het zingen, aan het dansen en het musiceren brengen. Ja, klopt. Tijdens coronatijd zie je het ook dat de jeugd gaat zoeken naar wat ga ik doen in mijn vrije tijd. Hè? Ga ik sporten? Ga ik in een andere club me aansluiten? En je ziet dat de cultuur die heeft het langst op slot gezeten. Dus valt er nou eigenlijk een gat deze 2 jaar bij al die verenigingen waarbij geen nieuwe jeugdleden zijn aangetrokken. En dat is heel erg zonde. Een initiatief als The Sky Is No Limit, waarbij we de jeugd weer een podium geven, hopen wij dat dat gaat prikkelen bij al die andere jeugd die misschien later ook nog eens een instrument willen spelen en dan uiteindelijk ook bij ons terechtkomen. De corona heeft het ook niet meegeholpen en dan zitten ze een beetje op een lauweren en ze weten de weg niet meer. Ik vond het thema heel erg goed, vrijheid, ze kunnen weer wat doen. Maar ik had nooit verwacht dat ze zo hier nog muziek zouden maken. En dat, ja. Ik weet niet wie ik het moet zeggen, maar het heeft me echt wel wat gedaan. Ja, je bent er een beetje emotioneel van mee. Ja, het is logisch, want als je jonge mensen muziek zien maken en de holst de ziel uit hun lichaam, dat ze muziek gewoon maken, ja, dan heb ze wat bereikt, vind ik. Ja, en dit is een voorbeeld naar meer, want in volgend jaar mei staat er nog meer op de planning. Ja, klopt. Dit was een idee om, we wilden niet wachten tot het mei was. Het kon nu, dus we hebben het nu gedaan. Volgend jaar gaan we proberen om weer veel muzikanten bij elkaar te krijgen. Mogelijk ook van de grote orkesten. Dat is ook nog een uitdaging, want alles komt nou in één keer tegelijkertijd. Maar we zijn van plan om in mei met meer muziekverenigingen in Venray weer acte de présence te geven. Is Sky Is No Limit, is dat een optie om dat jaarlijks te gaan doen? Nou, het mag hopen. Ja, ik hoop het wel. Als Venray hier achter staat en gaat dit omarmen, dan mag het voor mij elk jaar. Wat mij betreft wel. Ik denk dat muziek verbindt, maar je ziet ook dat de jeugd verbindt. Je ziet dat hier bruggen worden geslagen tussen verenigingen in heel Venray. Ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat we moeten samenwerken. En je ziet dat dat bij de jeugd al enorm begint te leven. Dit zou een beginnetje kunnen zijn. Natuurlijk in goed overleg met alle moederverenigingen die ook hartstikke goed bezig zijn allemaal. Maar wat mij betreft doen we dit vaak.